mevrouw Overdijk. Vandaag hebben 104 mensen een tocht gemaakt door Brabant, waarbij ze geprobeerd hebben zoveel mogelijk stempels in een aantal steden te halen. Nee, we hadden uitgerekend dat als je nou heel snel en heel slim alles zou gebruiken, zou je 11 steden aan kunnen doen. Nou, niemand heeft die 11 steden gehaald. De maximum was 7. Maar de mevrouw die gewonnen heeft, die heeft het ook heel snel gedaan. En we hadden inderdaad van tevoren de bedoeling dat iedereen even naar de dienstregeling zou kijken. Van hoe zou je dat nou slim kunnen aanpakken? Nou, een aantal mensen hebben dat gedaan en dat heeft tot hele mooie resultaten geleid. Ik ben vanaf Oorschot met de auto naar Tilburg gegaan en vanaf Tilburg naar Roosendaal met de trein. En daar heb ik mijn eerste stempel gehad. En vervolgens, toen ben ik naar Etten-Leur gegaan. Ik weet de route al bijna niet meer. En van Etten-Leur geloof ik naar Oosterhout, Breda, Tilburg, Waalwijk. En van Waalwijk naar Den Bosch. Wij wilden graag mensen laten kennismaken met de bus. Dat de bus een heel goed vervoermiddel is, heel aantrekkelijk is, op tijd is. En daarom dachten we, nou, we moeten toch iets bedenken wat een beetje ludiek is. Dat is één. En het tweede is dat we per 1 januari ook gestart zijn met een proef. Waarbij alle mensen tussen 12 en 65 voor 60 cent in daluren en 90 cent in het spits een uur in Brabant kunnen reizen. Het is eigenlijk goed bevallen, omdat ik op nergens lang heb hoeven te wachten. Het was wel koud in het begin, want het was koud in de bus. En ze zeiden allemaal, onderweg is het hartstikke mooi. Maar eerlijk gezegd heb ik er helemaal niet zoveel van gezien, want ik had veel te druk met mijn eigen paparazzen. Maar nu heb ik een strippenkaart, dus nu ga ik hem toch opmaken. Dan gaan we maar een keer vaker naar de stad. Maar de proef duurt 1,5 jaar, dus 18 maanden. En in de proef zit ook dat bijvoorbeeld mensen tussen 12 en 65 een maandabonnement kunnen kopen van 27 euro. Nou, dat is heel erg goedkoop. En een dagkaart kunnen kopen van 3 euro. Die kaartjes die je voor de bus nodig hebt, die kun je gewoon bij het postkantoor kopen. En we zijn ook aan het kijken of we op termijn ze op internet kunt bestellen. Maar dat duurt nog eventjes.